Oké, goedemiddag allemaal. Even scherp kijken. Mijn naam is Henk Zeeman, maar dat weten de meesten wel, voorzitter van de Stichting Eilandraad Marken. Duidelijk, André? Heel goed. Nogmaals welkom. Fantastisch dat jullie er zijn. Als ik zie met hoeveel mensen we nu hier zitten, echt fantastisch. We hebben vandaag een speciale gast, Marja, komt zo aan bod. Ik zal je straks introduceren. Ik heb een heel verhaal over je gehoord, dus... En ik mag Marja zeggen, dus dan weten jullie het alvast. Anders krijg je die discussie weer. Jammer, dit is geregeld van tevoren. Dus, Oké. Deze trein loopt nog steeds door. In juni 2012 ben ik erin gestapt. Samen met Jaap Boes en Neeltje Huurdeman. En we zijn begonnen met... Een interactie met de inwoners. Wat vinden we hier nou belangrijk op Marken? Waar moeten we prioriteit aan geven? Vervolgens hebben we dat teruggekoppeld een half jaar later. En afgesproken van, we gaan in werkgroepen van start. We gaan diverse werkgroepen opzetten. En de kennis en ervaring van de inwoners gebruiken die zich daarvoor opgeven. Dus we begonnen met... 4-5 personen in het bestuur. En als ik nu om me heen kijk, ja, dan is het toch fantastisch dat er al heel veel inwoners een bijdrage leveren in een werkgroep. Nou weet ik dat de een vorige maand is begonnen. En die zeggen niet welke werkgroep, doet er niet toe. Maar er zijn ook andere werkgroepen die zijn al 2 jaar bezig. En dat maakt het nou zo leuk, want voor het komend jaar hoop ik dat Marken nog veel meer in beweging komt en dat er nog meer inwoners denken van ja, het is wel de toekomst waar we over praten. Met andere woorden, ik wil ook deelnemen aan zo'n werkgroep. Nou, dat hoop ik, dat we dat na vandaag, dat iedereen een kennis of een familielid erbij het vraagt van, zou je ook niet eens meedenken aan de toekomst van Marken? Want dan komen we er. Afgelopen jaar zijn we heel druk bezig geweest met de visie. Helaas heeft de gemeente nog geen tijd gevonden om dat behoorlijk te bespreken. Want de afgelopen keer ging het niet door. Dan zit je daar weer op een donderdagavond tot laat. En dan gaat het niet door. Wordt uitgesteld tot 5 maart. Dus wij hopen dat het dan op 5 maart eindelijk gaat gebeuren. En dat ook de gemeenteraad alles daarover kwijt wil en kan zeggen. Maar ik heb lang genoeg gesproken. Want vandaag is het gewoon de beurt aan de werkgroepen om lekker onderling straks met elkaar te gaan praten. Maar we hebben een speciale gast. Ze staat al klaar. Marja van Bijstel, kom er even bij. Applaus. Ontzettend welkom. Fantastisch dat je er bent. Maar Thijs Broeren, die heeft het allemaal geregeld. Die verdient nog een beter applaus, jongens. Kom op. We hebben afgesproken, Thijs doet het interview. Ik hoop dat hij alles vraagt. We hebben wat schriftelijke vragen aan je gesteld via de mail. Ik hoop dat je daar aan toe kan komen en dat we de antwoorden kunnen krijgen waar we ook iets mee kunnen en de volgende stap kunnen zetten in het hele verhaal. Ik wens jullie beiden succes. We hebben bedacht dat we eerst hier even een kwartiertje met elkaar praten, hopelijk tot tevredenheid van jullie allemaal. En daarna een in gesprek gaan met allen. Dus als je onderweg ideeën voor vragen opdoet, hou ze vast. Straks heb je ruim gelegenheid om ze te stellen. Ik zal eerst even vertellen hoe Marja hier terecht is gekomen. En ik ook achter dit tafeltje. Ik werk al een jaar of 15 of zo voor Vrij Nederland, het Weekblad. En een jaar of wat geleden toen Marja nog... staatssecretaris van Onderwijs was, heb ik een keer een groot portret van haar gemaakt voor VN, getiteld Marja's Macht. Ik heb het net nog even herlezen en realiseerde me toen dat ik eigenlijk nog nooit zo'n lovend portret van een politicus heb geschreven in de afgelopen 10 jaar als van Marja. Dat was met goede reden. Ik zal nog één klein citaatje daaruit voorlezen, dan hebben jullie een beetje een indruk. Achter de schermen heeft Van Bijsterveld er geen enkele moeite mee, zo nodig de premier zelf, vermanend toe te spreken, zegt Ronald Plasterk, die toen haar voorganger was als minister van Onderwijs.
De kracht van Marja is haar overtuiging, die houdt ze stug vol. Als er in het kabinet iets gebeurt waar ze het echt niet mee eens is, belt ze Jan Peter, Balkenende, inmiddels ook in de vergetelheid verdwenen. En dan praat ze net zo lang op hem in tot het anders gaat. En zelf, nou komt hij, doet Van Bijsterveld bescheiden over haar invloed. Nou, dat valt wel mee hoor, zegt ze. Elke bewindspersoon belt wel eens met Jan Peter. Maar ik vind wel, je moet ergens voor staan. Nou, en hier is ze. Jullie kennen haar ongetwijfeld wel uit de media als dus minister van Onderwijs. Daarvoor staat secretaris van Onderwijs. Maar daarvoor had ze al een glansrijke carrière doorgemaakt. Ze was onder andere de jongste wethouder van Nederland in Almere op haar 28ste. Op haar 33ste was ze de jongste burgemeester van Nederland. Van Schipluiden, daar zal ik zo nog wat over zeggen. En ze is nu jarenlang, dat zullen jullie, velen van jullie denk ik wel weten, voorzitter van het CDA geweest. Bij de voorbereiding van dit portret ben ik naar een aantal CDA-bijeenkomsten geweest. En later ook nog wel, voor allerlei ander werk. Waar Marja dan natuurlijk ook opdook. En nog steeds is het zo dat honderden mensen, CDA-leden dus, dan onmiddellijk met haar willen knuffelen. Ik heb nog nooit een partijvoorzitter gezien die zo populair was als zij. Maar nu naar Schipluiden, want dat is de reden waarom we hier nu zijn aan dit tafeltje. In de tijd heb ik dus met Marja al even gepraat over de gemeente waar zij als jongste burgemeester ooit aantrad op haar 33ste. Schipluiden, een mooi klein plaatsje even boven Rotterdam in Zuid-Holland tegen het Westland aan. In de tijd dat zij daar aantrad was er sprake van dat het Westland eeuwig hongerig naar nieuw land om kassen op neer te zetten, die gemeente wilde opslokken. En zij heeft dat toen, als jongste burgemeester van Nederland, weten te voorkomen. Een jaar geleden of zo raakten we weer over dat onderwerp aan de praat. Uiteindelijk is daar de gemeente Midden-Delfland uitgekomen. Een soort combinatie van verschillende kleine dorpskernen in een prachtig landelijk gebied dat in veel opzichten aan Marken doet denken. Toen vertelde ik dat er op Marken ook nagedacht werd over een toekomstvisie. En toen zei Marja, eigenaarbeweging, nou, dan wil ik daar best wel een keer over komen praten. En dat hebben we toen onmiddellijk georganiseerd. En zo is het dus hier beland. Na deze uitgebreide introductie, goed dat je er bent. En blij dat je je inzichten met ons wilt delen. Want waar het hier in dit gesprek vanavond vooral, vanmiddag vooral over gaat, is een eerste plaats wat je vindt van de visie op de markt en toekomst die nu net geformuleerd is. En in de tweede plaats natuurlijk, hoe zorg je ervoor dat zo'n visie ook werkelijkheid wordt? Dat aankomt, wat hier opgeschreven is door al deze mensen met zoveel energie en zoveel toewijding de afgelopen maanden, dat dat ook in de komende jaren bij de bestuurders die het aangaat, aankomt en ook uitgevoerd wordt. En als er iemand is die daar zinnige dingen over kan zeggen, dan ben jij het ongetwijfeld wel. Mijn eerste vraag is dus, wat is jouw eerste indruk van dat stuk, nu je het hebt kunnen lezen afgelopen dagen? Mag ik hem beter houden? Ja, vaak mag je zo'n ding niet vasthouden, omdat iemand hem dan niet meer teruggeeft, is de praktijk. Maar ik mag hem even vasthouden. Dank daarvoor, Thijs. Ja, ik ben hier echt met heel veel plezier, omdat ik ontzettend geloof in de kracht van lokale gemeenschappen. En van mensen die samen iets met elkaar hebben, verantwoordelijkheid nemen. En ik heb gezien dat als je met enthousiasme en verantwoordelijkheid dingen oppakt, en nou, ik denk dat het echt een schoolvoorbeeld is wat u hier aan het doen bent, dan kan je ook heel ver komen. Je hebt eigenlijk vaak veel meer mogelijkheden dan je zelf denkt. En mensen zijn vaak geneigd om te zeggen van oké, nou ja, het is het gemeentebestuur wat het doet, of het is de provincie die het doet, of anderen doen het. Maar als je zelf het initiatief neemt en je durft, out of the box, dat was eigenlijk een punt dat mij ook opviel in het stuk wat naar voren kwam, die je durft nieuwe initiatieven neer te zetten, dan kan je ongelooflijk veel. Waarom? Omdat heel veel mensen anderen het namelijk niet doen. En dat maakt dat je eigenlijk altijd die voorsprong hebt die je wel, want dat kwam wel uit een van de vragen naar voren, moet zien te behouden. Maar dat kan best wel, wanneer je er echt heel goed over nadenkt. Dus dat is de reden, ik ben er graag, omdat ik heel erg geloof in dit soort initiatief van mensen zelf, dat is eigenlijk de kracht van onze samenleving. En de overheid die kan daar heel mooi aanvullend op bezig zijn, maar die kan nooit dat overnemen wat mensen zelf doen. En ik vind het ook leuk om dat te zien en mee te maken. En ik vind het altijd weer heel erg leerzaam. Gisteren zat ik de stukken te lezen en vervolgens kwam ik uiteindelijk bij de metropoolregio Amsterdam uit. Dan dacht ik weer, hey, dat doet Amsterdam toch eigenlijk heel goed, want die willen heel goed ook dat groen in het Ommeland heel goed in beeld houden. Heeft denk ik Marken en Waterland ook heel veel belang bij dat ze dat doen.
Dus het is ook altijd leerzaam. Dan naar jouw vraag, wat vond ik van die visie? Ja, ik vind dat gewoon heel knap. Heel knap geformuleerd. Ook heel goed dat je zegt van wat verwachten wij van de gemeente? En wat kunnen we zelf doen als markers? Zeg ik het goed? Gelukkig. Ik heb net even getoetst. Ben je nou markenaar of markers? Ik hoop van harte, maar de eerste reacties die ik las uit de brief van het college, dat men ook echt met een open mind dit oppakt. En de kunst is natuurlijk, hoe hou je nou de regie en hoe zorg je dat je ook over 10 jaar nog gewoon in charge bent? En dat is wel heel erg leuk om over te praten. Daar heb ik ook wel ideeën over, Thijs. Dan heb je eigenlijk vraag 2 al gesteld. Hoe doe je dat dus? Hoe zorg je ervoor dat zo'n visie over 10 jaar nog steeds wordt gedragen door de autoriteiten die erover gaan? Door de autoriteiten en door inderdaad de mensen die betrokken zijn eigenlijk. Want het is natuurlijk toch veel breder. Wij denken altijd dat de overheid alles doet, maar heel veel doen mensen, godzijdank, ook zelf. En als je die betrokken kan houden, wat de voorzitter net zei, dat je met elkaar het doet, daar begint het volgens mij echt mee. Dat je weet om hier de gemeenschap te blijven enthousiasmeren en betrokken te houden, dat is denk ik toch de grootste kracht. En dat vergt gewoon van vrijwilligers. Bestuur, want dat zijn jullie. En dat herken ik ook wel, want ik ben inmiddels dan geen burgemeester meer in dat gebied weg geweest. En nu weer terug. Ik ben nu voorzitter van een grote streekvereniging. Dat is ook gewoon vrijwilligerswerk. Heel leuk. 3000 mensen, boeren, burgers en buitenlui. Echt geweldig. Gaan voor dat gebied. Maar je trekt je een rotje als vrijwilliger. Het is gewoon heavy. En je moet altijd weer de kar aanslingeren. Maar het is wel belangrijk dat je het doet. Dus daar begint het wel mee. Maar ik denk ook dat je eigenlijk heel veel dingen kan doen. En ik noem gewoon een paar dingen. Misschien in het gesprek straks na afloop kunnen we er nog even, of na afloop na dit korte introductieverhaal, kunnen we vragende wijs van uw zijde, wil ik er graag nog dieper op ingaan. Maar ik noem gewoon even een paar dingen. Ik denk dat het, naast nu het feit dat je die visie hebt en die neergelegd hebt bij de gemeente Waterland, en hopelijk gaat die gemeenteraad dat ook bespreken, ga je hem zelf presenteren of ligt die alleen maar op papier er? Nou, we hebben hem al gepresenteerd. Je hebt hem gepresenteerd dan? Oké. Okay. In december toen hebben we ons gepresenteerd. Aan de gemeenteraad. Aan de gemeente en de inwoners waren we ook. Oké, perfect. Wat naar mijn gevoel heel belangrijk is, is kijken van wat zijn je stakeholders. De mensen die relevant zijn. En dat is niet alleen de gemeente Waterland, maar dat zijn ook anderen. Ik kwam net binnen, toen hadden we het even over de kernraden die er zijn. Eilandraden, dorpsraden, stadsraden, noem maar op. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is om te kijken, wat gebeurt daar en hoe ontwikkelt het zich daar? Net even in het voorgesprekje vertelde Thijs dat Broek op Waterland bezig is met het verduurzamen van de kern. Dat is heel mooi, want dat past ook heel erg bij die groene kern. Dat is ook initiatiefrijk. En eigenlijk zou je in ieder geval ervoor moeten zorgen dat initiatief wat je nu genomen hebt als marke, dat je ook het heft in handen kan houden. Niet alleen bij een college wat nu toevalligerwijs zegt, zo dat je dat doet. Maar dat je eigenlijk ook alweer nadenkt, als er straks een ander college zit, dat het toch gewoon een onderdeel eigenlijk is, vanzelfsprekend, van Waterland en de kernen, dat je dit soort initiatieven neemt. En dat betekent dat je eigenlijk zou moeten kijken, samen met die andere kernen, van hoe zitten jullie erin? Misschien meedenken met kernen die moeite hebben om dat op te starten, om te zorgen dat ze eigenlijk ook op een bepaald niveau komen, wat maakt dat het ook voor komende gemeentebesturen vanzelfsprekend is dat de kernen eigen initiatief nemen en ook voor een deel in charge zijn. Of de regie ook voor een deel hebben. Dat zou ik belangrijk vinden, dat is dus je stakeholders in die kernen. Wat ook belangrijk is, je hebt een bepaald college wat er nu zit. Maar er zijn ook andere partijen. Je weet nooit hoe het over een aantal jaar gaat. Voor hetzelfde geld komt de partij die er ooit was, weggegaan is, weer terug. Ook dan is het belangrijk dat je bijvoorbeeld. Ik zag in ieder geval dat er wisselingen waren geweest. Ook belangrijk om die mensen er toch bij te houden. Dat je niet afhankelijk bent van één politieke samenstelling van een college, maar dat over een aantal jaren men ook zegt, goed dat mensen dat zelf in de kernen doen. Hè? Dus dat je ook werkt eigenlijk aan de verduurzaming van je aanpak. Dus door het te verbreden, door niet de enige te zijn, of misschien samen met Broek op Waterland of Monnikendam, maar dat je echt kijkt van, jongens, kunnen we andere kernen ook stimuleren om die professionaliteit die jullie opgebracht hebben, die echt heel goed is, om die slag op hun eigen maat ook te kunnen maken. Zodat het een onderdeel wordt van de genen van de gemeente Waterland. Nou, dat is één punt wat mij, waar ik boven, als je zegt van ja, hoe wil je het continueren? Wat ook heel belangrijk is, is gewoon je verhaal, je concept sterk houden. En je verhaal is eigenlijk heel goed. Je bent natuurlijk heel uniek
als eiland. En als ik kijk, ik heb dat in Midden-Delfland in het verleden mogen doen, dan gaat het toch over van, wat zijn nou je hele bijzondere eigenschappen van zo'n gebied? En kan je daar niet alleen jezelf, hè, want dan is het al snel het verhaal, wij van WC Eens pleiten voor WC Eens, dat is nooit de sterkste marketing, maar kan je ook andere mensen overtuigen van je sterkte van je verhaal? De gemeenteraad is één, maar voor jullie is denk ik ook heel belangrijk, of mogelijkerwijs heel belangrijk, dat kunnen jullie beter inschatten dan ik, maar als ik kijk naar de kaart, dan is Amsterdam-Noord niet ver weg, maar dit is wel een belangrijk deel van het buitengebied van Amsterdam. Waarom zou je niet gewoon ook eens de pad op gaan met je visie en elders vertellen wat je in huis hebt aan kwaliteiten en hoe je die graag naar de toekomst ook overeind houdt, zodat ook anderen zeggen van, hey, marken is waardevol. Dat vinden de markers niet alleen zelf, of de gemeente Waterland niet alleen zelf, maar ook de omgeving vindt dat belangrijk. Ook waar het gaat bijvoorbeeld om een commissie cultuur bij de provincie. Cultuur, historisch, erfgoed. Dat zijn toch zaken die een provincie heel erg aan het hart gaan. Als je ook daar je zaak kan presenteren en gewoon aan de weg timmert met je visie op het gebied en wat je aan waarde in huis hebt, dan vertel je, maak je mensen ook bewust van de waarde die je hebt. En ben je niet zelf alleen de drager van wat goed is in dit gebied en hoe je het overeind houdt. Dus dat zijn ook, laat maar zeggen, belangrijke dingen naar mijn idee in het kader van stakeholders. Nou, ik wil nog een paar andere dingen zou ik willen noemen, maar nogmaals, we kunnen er nog over doorpraten. Naast het geven van presentaties, het organiseren van werkbezoeken voor groepen van buitenaf, misschien voor ambtenaren van Rijkswaterstaat, om gewoon eens te laten zien wat is hier nou gaande, of vanuit de provincie mensen uit te nodigen, ambtenaren, provinciale statenleden, Amsterdammers uit te nodigen. Zorgen dat je eigenlijk je verhaal van de waarde die je hebt heel breed onderkend wordt. En daarmee ook breder gedragen wordt dan alleen jezelf. Misschien nog twee punten, maar dan verder niet, want dan geef ik gewoon weer even de microfoon terug aan jou, Thijs. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om te kijken van hoe kan je werken aan PR, eigenlijk vol continu. Hoe kan je, ik ben nu voorzitter van de Midden-Delfland Vereniging en ik wil gewoon Midden-Delfland overal in. Dus wij zagen een mooi stukje in de Elsevier over bijzondere hoekjes in Nederland en we hebben gewoon het lijntje gelegd. En vervolgens stond het de afgelopen week erin. Voor het Financieel Dagblad ben ik benaderd voor een droomweekend. Nou, dat zijn altijd hele exorbitante reisdoelen. En ik ga nu gewoon over stadstuinen in het stedelijk gebied hebben. Dan ga ik naar Midden-Delfland, dan ga ik daar heerlijk roeien, vertel ik hoe mooi het is. En ik ga naar het Central Park en ik ga naar een nomadentuin in Berlijn. Dat moet ik, want ik moest naar het buitenland. Maar elke keer denk ik wel, hup, Midden-Delfland moet erin. Dus waar je bent, eigenlijk moet je kijken welke mogelijkheden hebben we allemaal om marken te vermarkten. En dat eigenlijk vol continu doen. Eigenlijk continu door alles heen kijken. Hé, wacht, hier heb ik een kans om het weg te zetten. Want eigenlijk moeten gewoon mensen zeggen, hé, maar dat marken, dat is bijzonder. En naarmate het bijzonderder wordt, krijgt het ook gewoon meer aandacht. En alles wat aandacht krijgt, groeit. En daar word je alleen maar sterker van. Dus nou, dat eventjes als eerste reactie, Thijs. Ja, dankjewel. Ik wil nog even terug naar Schipluiden. We hadden het er net al even over, hè? Dat Schipluiden dus, een prachtige kleine plaatsje, opgeslokt dreigde te worden door het boze Delfland, dat er alleen maar kassen wilde neerzetten. Dat is niet gebeurd. Mede, en eigenlijk vooral, omdat jij toen als burgemeester een hele coalitie hebt gesmeed van mensen, betrokkenen in de wijde omgeving, die dat gebied wilden sparen. Op dezelfde manier ligt het buitengebied hier eigenlijk continu onder vuur. Er zijn allerlei grote belanghebbenden omheen die er graag aanspraak op maken en eraan knabbelen. Aan allerlei kanten. Dus het lijkt mij voor Mark, zijn er waardevolle lessen te trekken, denk ik, uit de manier waarop jij er inderdaad in bent geslaagd om, althans voor dat moment nog, Midden-Delfland te redden. Zou je misschien nog even kunnen vertellen hoe jullie dat gedaan hebben toen? Hoe je het voor elkaar hebt gekregen dat die aparte gemeente er is gekomen en dat die, al die belanghebbenden op een afstand zijn gehouden? Ja, dat is goed. Nou, toen ik burgemeester daar werd, begon in de tijd de gemeentelijke herindelingsdiscussie te lopen. Nou, dat heeft u hier ook allemaal meegemaakt, want ooit was Marken toch een aparte gemeente, herinner ik mij. Toen was de gedachte inderdaad dat er één grote gemeente Westland zou komen, met veel glastuinbouw. En nou, dat is op zich, ik ben enorme liefhebber van glastuinbouw. Ik denk dat het ook een hele belangrijke sector is in Nederland.
Alleen Midden-Delfland is open veenweidegebied, zoals we hier ook in Waterland zien. En mijn zorg was altijd, elk weiland is gewoon een potentiële uitbreidingslocatie voor glas. En glas is economisch altijd dominanter. Het zit gewoon steviger, economisch gezien, op de agenda dan de veehouderij en het veenweidelandschap zoals Midden-Delfland dat was. Dus mij leek toen als burgemeester het echt de verkeerde zaak als Midden-Delfland ondergebracht zou worden bij die nieuwe gemeente Westland. Nou, waar ik toen mee begonnen ben, is gewoon het maken van een verhaal. Wat maakt Midden-Delfland uniek? En Midden-Delfland werd uniek niet zozeer vanwege de veehouderij. Hoeveel bewondering ik ook heb voor onze boeren. Maar dat komen we heel veel tegen in Nederland. Wat het bijzondere was van Midden-Delfland, en overigens, ik vond het niet alleen, want het was, dat wou ik ook nog even zeggen, echt teamwork, zoals ik dat hier ook zie. Het is altijd teamwork. Anders red je het nooit, dan ga je nooit, doe je nooit in je eentje of met z'n tweeën of z'n drieën. Wat het unieke was van Midden-Delfland was dat het open veenweidegebied was en dat het midden in het verstedelijkt gebied lag. En dat het daarmee eigenlijk uniek was. En dat het niet een doel in zichzelf had, maar zijn legitimatie vooral vond in de omliggende steden en de stedelingen. Zeg zo'n 1,2 miljoen heel direct aangesloten rondom Midden-Delfland. En wat we hebben gedaan is toen, we zijn begonnen met Schipluiden, want dat was de kern waar het toen om ging. Uiteindelijk samen met Maasland, Schipluiden, Den Hoorn en het Woud. Vier kernen is het één gemeente Midden-Delfland geworden. Maar toen was het nog de gemeente Maasland en de gemeente Schipluiden. Toen hebben we als Schipluiden gezegd, Schipluiden op de kaart. Dus eerst gewoon maar eens vertellen, wat heb je allemaal in huis aan waarde? Heel veel mensen wisten dat niet. Zelfs in het dorp waren er gewoon mensen die zeiden, hey, we mogen er eigenlijk best wel zijn. Dat is belangrijk. Je mag fier zijn op de kwaliteiten die er zijn. Daar begint het eigenlijk mee. Durf fier te zijn. Wat ik toen ben gaan doen als burgemeester, maar nogmaals met het hele team ambtenaren en gemeenteraad. Gemeenteraad, ik had ook een hele goede gemeenteraad. Toen zijn we gaan kijken van, nou, wie zijn dan mogelijke bedreigingen? En dat was Delft, was een van onze bedreigingen. Die wilde eigenlijk altijd een stuk stedelijk gebied hebben om voor zichzelf te kunnen uitbreiden. Toen ben ik gaan praten met de burgemeester van Delft. Toen zei ik, moet luisteren. Als jij ons heel erg sterk herindeelt, dan weet je gewoon dat jij krijgt het stedelijk gebied. En alles wat open is, gaat dan naar het Westland. Maar wil je dat eigenlijk wel? Want het is toch ook jouw stadstuin? Zeg, laten we, uiteindelijk hebben we dat gedaan, een gebiedsdeal gemaakt. En toen hebben zij een deel stedelijk gebied van ons gekregen. En wij hebben alle Midden-Delfland gebied, is naar die nieuwe gemeente gegaan. Dus het open veenweidegebied heeft Delft van gezegd, jullie zijn daar goed in. En wij krijgen een stuk stedelijk gebied waar wij kunnen bouwen. Nou, prima. We hebben toen een ronde gemaakt langs alle steden. Ik ben toen bij alle wethouders langs geweest die daar toen zaten en burgemeesters. En we hebben gewoon gezegd, mensen let op. Je hebt er waarschijnlijk geen erg in, maar we zijn aan het herindelen. En Midden-Delfland dreigt naar het Westland te gaan. En dat is gewoon potentiële uitbreidingslocatie voor glas. Dat is ongeveer gelijk aan zo'n herindeling. En toen hebben eigenlijk alle omliggende steden hebben gezegd, ja maar wacht even, dat willen wij niet. Die zijn toen brieven gaan sturen naar de provincie en naar de Kamer. En die hebben gepleit voor de komst van een hele kleine gemeente. 18.000 inwoners. En dat is, nou, dat was al eigenlijk nadan. De provincie en de commissaris van de Koningin die vonden, nou, die zeiden altijd van, je bent met een onmogelijk doel bezig. Want zo klein maken we ze niet meer. Maar omdat er een inhoudelijk concept achter lag, wat niet alleen maar vanuit Midden-Delfland verteld werd, maar juist ook vanuit de omliggende steden zeiden, ja, maar wij vinden dat belangrijk. Het is ons belang dat kwalitatief overeind blijft. Is het uiteindelijk gelukt om ook daadwerkelijk die Midden-Delfland gemeente te realiseren. En ik ben nu weer als voorzitter van de Midden-Delfland Vereniging bezig om weer een ronde, maar nou langs alle raadscommissies te maken, omdat ik gewoon zie dat er elke keer ingrepen zijn in het gebied. En de ene keer kiest Den Haag voor een tunnel en de andere keer kiest Rotterdam voor een weg. En omdat het gewoon zo verdeeld is, wordt er gewoon geheerst door de zware economische factoren als wegen, bedrijventerreinen, grote elektriciteitsmasten, noem maar op. En wat ik nu aan het doen ben, is een ronde langs de gemeenteraadsfracties. En dan vertel ik ze over Midden-Delfland, dat de historische relatie is met het gebied. En ik vertel ze ook dat het ontzettend belangrijk is dat zij mede-eigenaar worden van dat gebied. Want dat is eigenlijk de enige zekerheid dat je dan zo'n gebied overeind houdt. En ik denk, terugkomend bij Marken, maar ook de gemeente Waterland in zijn totaliteit, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat de metropoolregio Amsterdam en omstreken zich mede-eigenaar voelt van dit gebied. Omdat dat eigenlijk de beste bescherming is. Zo'n stad heeft zoveel impact, ook op nationaal niveau. Dat zij ook staan voor de kwaliteiten die hier aanwezig zijn. Dat is gewoon heel wezenlijk.
En dat je het dus niet alleen maar vanuit je eigen kracht probeert, maar hele belangrijke partners probeert te vinden. En die partners moet je gewoon, je moet echt een plan, de campagne maken. Wat zijn onze stakeholders? Wie willen we mee hebben? Wie willen we vooral niet tegen hebben en dreigen we tegen te hebben? Als jullie enorm aan de weg timmeren en andere kernen denken, verdorie, hen lukt het wel, ons lukt het niet. En ze gaan tegenwerken bij de gemeente om te zorgen dat jij vrije ruimte hebt om de regie te hebben over dit soort processen, heb je er niks aan. Dus kijk, wie zijn je medestanders? Wie zijn mogelijk je tegenstanders? Hoe ga je ze verbinden? Wat zijn hun voordelen als zij ook jou ondersteunen? En dan zijn het er veel meer, kom je dan achter, dan alleen maar de gemeente Waterland. Veel meer. Of je eigen inwoners. En als je dat op een rij zet en vervolgens gewoon echt zegt, oké, okay, dan ga ik ze ook één voor één op mijn eigen manier, met presentaties, werkbezoeken, individuele gesprekken, afwerken. Ja, zeker. Wij hebben overleg met de kernraden, één keer in het jaar is dat. En daar zijn de ervaringen niet zo bijzonder. Sterker nog, je hebt kernraden die zijn meer protestgroepen dan dat ze echt iets op gaan bouwen. Dus ja, dat verschilt heel, er is een groot verschil tussen. Dus dat wou ik even meegeven. We hebben het wel geprobeerd. Natuurlijk kunnen we het alsnog een keer proberen, maar ja. Dat is in eerste instantie niet lekker van de grond gekomen met de overige kernraden. En nu zien we dus dat wij voorlopen. En dan moeten wij hun weer meetrekken, maar dan moeten ze wel hetzelfde willen als wij nu hebben gedaan. En ja, ik weet niet of dat... Ja, maar of op hun manier, hè. Want kijk, dat je hier... Dit is natuurlijk ook een bijzondere gemeenschap op zichzelf. Het feit dat je natuurlijk op een eiland zit, is al bijzonder. Je bent heel erg op elkaar aangewezen en kan dus ook heel krachtig een eenheid vormen met elkaar. Het is in ieder geval heel knap als jullie dat doen. Maar als ik dan verhalen hoor van Broek op Waterland, die nu bezig zijn met zijn duurzaamheid. Kijk, het mooie is, het belangrijke is dat wat je nu doet, zo'n proces, dat straks niet, doordat er misschien een ander college komt met een andere visie op of je dingen van onderaf wil laten opkomen, of dat je zelf de regie wil houden als gemeente, soms tegen beter weten in. Maar het gebeurt, soms uit machtsdenken, dat je veel meer partners hebt gekregen. En dat je inderdaad die voorsprong die je hebt, dat je daar toch mensen in mee hebt kunnen nemen. En niet iedereen zal het doen, hè. Als je een kleine kern, we stonden net even, er zijn ook kernen van, wat zei je, 180 inwoners, ja, die zullen het op hun manier doen, of zullen het misschien nooit helemaal doen. Maar als je in staat bent om een paar toch mee te krijgen om die filosofie van wij willen van onderaf de regie hebben en graag natuurlijk aanvulling en steun vanuit de gemeente, maar wij willen zelf ook dingen doen, omdat wij dan aan het stuur zitten en anders het stuur gewoon overgenomen wordt. En hier, ik heb pas gehoord van Thijs, grote boten binnenkomen die dan even lekker als een zwerm hier naar buiten gaan en weer erin niks kopen, maar wel een hoop ellende achterlaten. Ja, je moet zelf proberen in charge of kunnen laten. Nou ja, dat was niet, waren niet woorden van, Thijs, maar ik zie dat dan zo voor me gebeuren, zo'n zwerm van mensen die gewoon op de boot alles kopen en vervolgens hier even lekker rondkijken. Maar dat je zelf in charge blijft. En, wij hebben er bewust voor gekozen, omdat we voelden van samen ging het niet met de andere kernraden. Ja. Omdat het, te vaak het protest in zich, zeg maar. En wij wilden graag ook samen met de gemeente een stap verder maken. Ja. We hebben er bewust voor gekozen om de energie op onszelf te richten. Ja. En kijken of het draagvlak binnen onder de bewoners, of we dat omhoog konden trekken. Ja. Maar nou ja, dat heb je eigenlijk, dat is je gewoon gelukt. En we hebben de presentatie, was nog met het oude college, we hebben een presentatie mogen geven voor alle fracties. En het verhaal out of the box en de thema's verbinden met elkaar hebben we benadrukt. En het oude college was niet echt van de visie. En gelukkig dit college wel. Ja, ja. Ik denk dat het gewoon een hele goede keuze is geweest. Je zegt, we gaan het gewoon eerst gewoon zelf voor onszelf goed oppakken. Maar dat is je eigenlijk goed gelukt. En nu is de kunst, en dat is ook terecht, dat je zegt, wat heb je nodig om het ook naar de toekomst toe overeind te houden, is van hoe zorg je nou dat het ook echt duurzaam wordt en dat je het overeind kan houden. Niet alleen omdat je het hier wil, maar omdat degene waar je afhankelijk van bent ook zeggen van, wij vinden dit belangrijk. Wat ik het belangrijkste vind, dat de werkgroepleden zien dat de energie die ze erin steken, dat er iets mee gebeurt. En dat het niet straks met een remmende factor door het gemeentehuis wordt tegengehouden. Want ja, dat is mijn grootste angst. Ja, en dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat is eigenlijk vaak, dat is vaak de angst, dat vaak het risico van als je echt voor de troepen uitloopt. En dat lopen jullie gewoon.
En dan is de kunst of je de troepen een beetje naar je toe kan trekken. Zijn de gemeente zelf, maar ook die andere kernraden, om toch mee te denken van hoe kunnen zij ook iets van het charme, het enthousiasme, hoe kan hen dat raken door ook gewoon zelf een slag naar voren te maken. Zodat je straks bij een nieuw college of in een nieuwe setting eigenlijk veel breder van mening bent dat dit de manier van werken is met de kernen. Het mooiste vind ik het voorbeeld van, ja, wij verbinden nu partijen. Ja, we hebben de visie opgesteld en nu denk je van nou, we hebben het druk gehad. Nee, nu krijgen we het juist nog drukker, want we gaan partijen met elkaar verbinden. En Stichting Promotie Waterland, die benoem ik nu eventjes. Ja, daarvoor hebben we nooit met elkaar gesproken. En nu, door het verhaal van de visie, komen we toch weer een stap verder. Kijk naar de zorgparagrafen, dat je zegt ook, je hebt verschillende partijen hier. Nou, het is eigenlijk essentieel in de nieuwe zorgaanpak dat je partijen bij elkaar brengt. Dat dat eigenlijk heel natuurlijke wijze nu gewoon ontstaan is. Dat is echt een heel krachtig verhaal. Dus ik zelf denk, daar zal je aan moeten trekken, maar dat zit er gewoon blijkbaar in. Mensen willen dat. Dus dat kan je borgen door gewoon trouw te onderhouden wat je tot stand gebracht hebt. De kunst is om die buitenwereld nu ook met jou te laten vinden dat dit hele goede ontwikkelingen zijn en dat Mark ontzettend veel heeft wat het de moeite waard maakt om naar de toekomst toe ook te investeren erin. Ik wil je nog even één vraagje stellen, dat is aangereikt door de Eilandraad. En dan naar de zaal. Wat mij werd aangereikt is het volgende. Hoe kan zo'n eiland, juist een Eilandraad, in de vorm u heeft aangenomen ervoor zorgen dat zo'n visie gedragen blijft worden. Het is, je vertelde net over Schip Luiden, daar was je zelf burgemeester. Als burgemeester gaan deuren voor je open. Heb je in ieder geval van het staatsrecht gegeven gezag om ergens binnen te komen. Van een eilandraad, die niet een formeel gekozen gremium is, kan altijd gezegd worden, ja, dat heeft geen enkele democratische status en uiteindelijk beslist het college. Hoe zorg je ervoor dat zo'n eilandraad die zo'n visie draagt, toch het gezag naar zich toe weet te trekken om zo'n visie voor het voetlicht te blijven brengen? Eigenlijk denk ik wel dat er al een staaltje van bewijs geleverd is. Met de aanpak zoals die nu gebeurt. Eén, ik begrijp dat de eilandraad gekozen wordt vanuit de eilanders of de markers. Dus dat is al belangrijk. Dus je hebt eigenlijk wel een legitimatie. Maar je legitimatie zit hem ook vooral in dat je gewoon een heel goed verhaal hebt. Een verhaal wat aansluit bij wat mensen ervaren in de gemeenschap. En ik heb ook begrepen dat voorafgaand aan het verhaal er ook enquêtes gehouden zijn. En dat was ook wel, dat vergat ik te zeggen, wij hebben toen een referendum gehouden in Schip Luiden over van wat vindt u? Wilt u naar het Westland of wilt u gewoon een zelfstandige Midden-Delfland gemeente met als core business veenweiden, open houden, het zijn van een werkend stadspark hier in die metropoolregio. En nou, ik geloof 95%, het waren communistische uitslagen, kozen daarvoor. En dat maakt dat je gewoon vleugels hebt. Dan ben je gewoon gedragen door de mensen. Dus dat draagvlak zoeken en elke keer ook terugkomen, niet vergeten, want dat is natuurlijk het probleem. Terugkomen, niet vanzelfsprekend denken, de macht is aan mij, dus ik kan hem ook doen. Elke keer toch weer, je bent dienstbaar aan de mensen, dus bij die mensen start het. En ik denk dat dat je eigenlijk het meeste gezag geeft. En als je een goed verhaal hebt en je laat zien dat je initiatief neemt, dan is mijn ervaring, ook zelfs toen ik minister was, ik kreeg heel veel verzoeken altijd om te komen spreken. Heel veel mensen vroegen langs te komen en het was soms heel pijnlijk, want je moest af en toe zeggen, ja, het gaat gewoon niet en het klinkt dan zo vervelend, maar je agenda zit zo ellendig vol. Maar toch altijd als een verhaal echt goed was, dan dacht ik, jeetje, wat een engagement, geweldig. Dan zei ik toch maar een half uur erin. Hè? Want het is toch de moeite waard om even te luisteren. Je steekt er zelf wat van op en het inspireert. En het inspireert de mensen ook weer. Dus de kracht van je verhaal, het steeds teruggaan naar de mensen waarvoor je het doet, is eigenlijk bepalend voor je gezag. Het gezag heeft eigenlijk heel weinig met democratische legitimatie te maken. Het heeft vooral toch te maken met je opereren. Hoe ben je gewoon? Toon je leiderschap door telkens ook dienstbaar te zijn aan datgene voor wie je het doet. Dankjewel. Zal ik de zaal inwandelen met een microfoon? Of komen ja, ik kan heel hard praten. Je zegt altijd ook heel hard tetter. Dus, Vragen? Er zijn vast mensen die wel iets willen zeggen. Sta even op als je wil en zeg even kort wie je bent. Dan weet, Jacob Zeeman en
naar aanleiding van de laatste opmerking van Thijs, om eigenlijk de gedachten in me op, zoals vaak in bestuurderslamp, maar ook bij bewoners, naar voren werd gebracht dat het instituut, in dit geval Eilandraad, maar Dorpsraad, eigenlijk een ongewenste vierde bestuurslager is, die vierde bestuurslaag is zonder bevoegdheden. Je hoorde vaak de opmerking van nou leuk dat ze er zijn, maar bemoeien ze er eigenlijk mee. Hoe kijkt u nou tegen die bevoegdheden van zo'n dorpsraad aan? Ook in het kader van, ik was vandaag nog weer een stuk in de krant, dat er ook de gemeente Waterland wordt uitgedaagd om binnen niet al te lange tijd toch weer de volgende fusie aan te gaan met welke gemeente dan ook. Dus die bestuurslaag die wordt steeds groter. Zou het niet zo moeten zijn dat juist die dorpsraden, zoals het in Amsterdam met de deelraden gebeurt, toch ook wat meer feitelijke bevoegdheden te geven? Ik mag één hopen van u dat u niet weer een herindeling, ik geloof niet zo'n herindeling eerlijk gezegd, maar dat even daar gelaten. Als dat zo is, dan is er nog meer aanleiding wel om erover na te denken. Hè? Als dat bestuur nog verder van de kern af komt te staan, van het dorp, het eiland, de stad, dan zou je ook heel goed kunnen nadenken en kunnen doorpraten met de gemeenteraad en het college in de komende jaren. Om te kijken van, nu we laten zien dat we verantwoordelijkheid nemen. We laten ons ook verkiezen, heel netjes. We komen steeds terug naar onze mensen om wie het gaat, om te zorgen dat we weten wat er leeft, dat we dat in praktijk brengen en geen andere dingen. Is het dan niet reëel om bijvoorbeeld, als je straks deze visie ook gaat uitwerken met elkaar, om een convenant te sluiten en in dat convenant afspraken te maken, wat doet de eilandraad, of wat doen de eilanders zelf, middels hun raad, en wat doet de gemeente? Alleen één ding moet je voorkomen, dat je afspraken maakt, wat natuurlijk heel veel in Nederland gebeurt met decentralisaties. De verantwoordelijkheid wordt wel laag gelegd, maar op een hoger niveau wil men er graag ook altijd nog weer over meepraten. Dan moet je ook gewoon echt strak met elkaar zeggen, oké, de gemeente draagt ook een paar bevoegdheden over. Leg dat ook vast, dat teken je ook voor. Dan voorkom je dat je inderdaad bestuurstapeling van lagen krijgt, eigenlijk over dezelfde taak. Maar ik zou het helemaal niet gek vinden als je op een bepaald moment, zeker als het de gemeente Waterland nog verder zou gaan opschalen, wat ik niet voor ze hoop, dat je dan inderdaad zegt, laten we dan ook een paar bevoegdheden afspreken die we krijgen. Helemaal niet zo gek. Waarom zou je eigen mensen niet vertrouwen? Adriana Stam. We hebben natuurlijk een hele mooie visie neergelegd, maar de wereld verandert ontzettend snel. Moeten we hem iedere keer herzien? Of moeten we gewoon na 5 jaar zeggen, we leggen een nieuwe visie neer? Wat zijn jouw ideeën daarover? Ik zag deze vraag binnenkomen en daar zat ik ook over na. Kijk, ik zag dat er in het verleden, visies zijn vaak 5 jaar, weet je wel. Maar wat eigenlijk belangrijk is, en dat dacht ik, dat kan nog wel iets scherper, dat je je lange termijn doelen gewoon op een langere termijn vastlegt. Dat je zegt, nou, dat zijn de perspectieven waar we misschien over 20, 25 jaar willen staan. En een deel is dat misschien al zo. Een deel is gewoon behoud van datgene wat je hebt. En een deel is het misschien ook ontwikkeling. Het is wel goed, maar jullie weten dat als geen andere, als je hier op het water bent en je hebt geen heldere koers, geen eindpunt, nou, dan ga je dit doen. Dus het is goed om een lange termijn visie te hebben, maar het is ook goed, want daar heb je gewoon gelijk in, om wel heel alert te zijn wat er om je heen gebeurt. En als ik kijk hoe snel dingen veranderen, als je alleen al kijkt hoe in de afgelopen 5 jaar de ruimtelijke ordening, maar ook het beleid, het rijksbeleid op het gebied van landelijk gebied, hè, van landschap en natuur, hoe dat veranderd is, dan kan het niet anders zijn. En cultuurhistorie, zo ben je, was je Belvedere gebied, zo was je die meer, noem maar op, dat je gewoon continu de vinger aan de pols houdt en zegt, daar is de stip, maar gelet op de zijwind die nu toch echt anders is, zal ik mijn korte termijn koers toch even iets moeten bijstellen. Want anders kom ik gewoon nooit bij die stip. En dat zal je wel. En daarvan dacht ik wel, je zou nog iets, maar misschien, ik heb al die stukken gelezen, maar ook wel weer snel, want ik moest het tussen mijn andere bedrijvigheid doordoen. Maar daar zou je misschien nog wel over na kunnen denken. Heb je die verdere toekomstperspectief, heb je die scherp genoeg? En dan kan je eigenlijk continu bijstellen, maar blijf je wel op koers. Ik wil nog, mijn naam is Klaas Zondervan, ook berggroeplid. De eilandraad die vindt eigenlijk zijn oorsprong nog
vanuit de gemeentelijke herindeling van begin jaren 90. Toen is de gemeente Waterland ontstaan en toen is ook de discussie er geweest of Marken niet een soort waddengemeente zou moeten worden, net als Vlieland en Ameland. Want het zijn toch eigenlijk wel eilanders, die Markers, zeiden ze toen al. Dat is toen niet gebeurd, vanuit een soort angst, denk ik, ook vanuit machtspolitiek gedeeltelijk, denk ik. Echter, dat de belangen van die eilanders altijd toch ondergeschikt blijven aan het grote belang van de gemeente Waterland. Hè. Dus een kern als Monnikendam heeft nou eenmaal 6-7 maal zoveel kiezers als Marken. Dus op het moment dat het op belangen tegenstellingen uitkomt, in de gemeenteraad of in het gemeentebestuur, dan zijn er in het nabije verleden ook voorbeelden van dat wij het eigenlijk altijd afleggen op die manier. Dus al gaat het maar over openbaar vervoer of over beslissingen van de provincie om de weg in een andere categorie in te delen, dus de weg naar Marken toe, dan zullen wij dat altijd afleggen tegen belangen die er spelen in de grotere kern. En daar worstelen we mee. En dat is ook eigenlijk de reden geweest waarom wij altijd zo proactief zijn geweest met die eilandraad. Dat is ook het mooie. Mensen die vanzelfsprekende macht hebben en kernen of groepen worden lui. Zo werkt het. En wie niet sterk is, moet slim zijn. David won het ook van Goliath. Gewoon omdat hij slimmer was. En nog meer andere redenen zitten er nog omheen, kan ik hier wel zeggen. En bent u het vast met me eens. Maar groot hoeft niet de kracht te zijn. Het gaat om de kracht van je verhaal. Ik had vroeger, toen ik op het ministerie werkte, waren er altijd heel veel machten rondom zo'n ministerie. En mijn ambtenaren werden ook altijd soms zenuwachtig wanneer we dan met andere ministeries of met andere gemeenten gingen praten. Want ja, hoe voor je het wist ging dat fout. Maar dan zei ik altijd, van het gaat over inhoud. En inhoud, het is zo leuk, inhoud wint het uiteindelijk altijd. De kracht van de inhoud, die weegt uiteindelijk altijd op en dat kan lang duren tegen de macht van het getal. Dus geloof in je eigen kracht, inderdaad slim zijn, omdat je wat minder sterk bent moet je slim zijn, anticiperen, zorgen dat je gewoon altijd voor op de bok zit eigenlijk, dat maakt je sterk. En inderdaad, nu niet denken van nou, hij ligt er die visie, we gaan hem uitvoeren, nee, ook strategisch blijven nadenken, hoe blijven wij in regie? En nou, daar komen de dingen bij kijken die jullie denk ik zelf ook wel al bedacht hebben, want volgens mij ben je heel inventief. Maar wat mijn ervaring is, dat is gewoon nooit achteroverleunen. Altijd gewoon weer nadenken, oké, hoe is het veld, ons krachtenveld, wat verandert er aan beleid? Wat verandert er aan mensen, wie is relevant? Zitten we nou met onze markers wel voldoende in die gemeenteraad? Moeten we ook eens nakijken, zijn er niet mensen die we gewoon moeten stimuleren dat ze ook daar op dat niveau zitten? En zodat je gewoon eigenlijk continu aan het kijken bent, hoe hou ik mijn belangen overeind? En het voordeel van iemand die klein is, of in zo'n kleine gemeente, ik ben zelf dan ook burgemeester van een kleine gemeente geweest, ik vond het helemaal top, groot is helemaal niet beter, klein is hartstikke leuk, is dat je gewoon continu scherp bent. Althans, moet zijn. En als je het bent, ben je behoorlijk, toch eigenlijk kan je behoorlijk wat realiseren. En dat zie je, ja, ik denk dat jullie dat ook gaan zien bij de uitwerking van het plan. Dat komt omdat je initiatief neemt en niet lui achterover denkt te kunnen leunen. Dus elk nadeel heeft zijn voordeel, om met Cruijff te spreken. Mevrouw van Bijsterveld, hartelijk dank voor uw komst naar Marken. Dank ook voor uw hele praktische betoog in ons midden. Mijn naam is Klaas Visser, geen ongebruikelijke naam trouwens op dit eiland. Ik heb nog één vraag die betrekking ook heeft op het eilandkarakter van Marken. Misschien met een kleine spiegeling naar Aruba, de status aparte. Daar willen we ons graag aan spiegelen natuurlijk en het eiland Texel. Daar speelt het thema energie een belangrijke rol. Dus zelfstandigheid in energie, een vorm van autarkie. En in uw betoog komt ook regelmatig het woord duurzaamheid naar voren. Denkt u bijvoorbeeld in het licht van de lange termijn versie van een plan voor Marken, dat zelfstandigheid in de energie, in combinatie met duurzaamheid en de ontwikkeling van zonne-energie, windenergie of andere vormen energie, zou dat nog een extra impuls aan de vitaliteit van dit eiland en het exclusieve karakter van deze bestuursgemeenschap kunnen geven? Als ik inderdaad sprak over duurzaamheid, had ik het met name ook over het verduurzamen van je aanpak.
Maar ik denk, dit soort dingen zijn natuurlijk altijd heel erg mooi. Je ziet het ook in sommige wijken in Nederland op dit moment gebeuren. Ook in nieuwbouwwijken, waar mensen elkaar weten te vinden. En waar ze eigenlijk zorgen dat een soort kringloop energieplan ontstaat. Zodat je eigenlijk gewoon met je eigen energie en het opwekken ervan op allerlei manieren. En nou, je zit hier natuurlijk helemaal niet verkeerd in dat opzicht. Mogelijk bij het water en de wind. En althans, ik neem aan dat het ondanks de IJsselmeer nog altijd lekker kan stormen hier. Heb je misschien best mogelijkheden. En dat zou ook een impuls. Het kan mensen ook stimuleren en inspireren. Waar ik inderdaad rondom duurzaamheid over sprak, was met name ook duurzaamheid in wat je wil realiseren, dat je het ook over 5 of 6 jaar nog kan en dat je je positie verduurzaamt. Maar nou ja, dit is ook een hele mooie kant van duurzaamheid, die inspirerend kan zijn. Kees-Jan Nonkers, u sprak over convenanten, tussen, als het helemaal goed gaat tussen gemeente en in dit geval een eilandraad, zet het op papier, maak afspraken wie wat doet en waar verantwoordelijk voor is. Kent u voorbeelden uit de praktijk waar dat soort convenanten zijn beklonken en waar we onze inspiratie uit zouden kunnen opdoen? Ik denk dat dat heel goed bij de VNG op te vragen is. Er is bij de VNG ook een speciale groep kleine kernen. Sluit ik ook niet uit dat daar wel voorbeelden zijn. Ik weet nu niet hoe het hier in Amsterdam is, want alle deelraden zijn natuurlijk afgeschaft. Maar in Rotterdam heb je nog de wijkcommissies, bestuurscommissies. En ik sluit niet uit dat die ook gewoon overeenkomsten hebben gesloten, waarin ze een aantal zaken gewoon afgekaart hebben. Dus ik denk dat de VNG jullie daar heel goed bij kan helpen om daar voorbeelden van te geven. En ja, het is heel mooi passend eigenlijk bij dat je dingen wil doen en zelf ook dingen wil oppakken. De gemeente heeft er denk ik ook belang bij om afspraken te maken over wie doet wat en wie is waar dan verantwoordelijk voor. Ja, ik heb een laatste vraag, opmerking. Ik ben eigenlijk benieuwd, heeft u ervaring met het aantrekken van jeugd bij dit soort evenementen? Want wij willen heel graag dat de jeugd hier ook over meedenkt, meepraat. En we proberen van alles. We hebben ook woningen voor ze gerealiseerd, dus we hebben al wat voor ze gedaan. Maar ik mis nog steeds, het is een aparte werkgroep en er wordt aan gewerkt, maar nog, ik zou dat eigenlijk nog meer willen. Zelf. Ja. Ja. Nou ja, ik weet niet. In een vorig leven heb ik de maatschappelijke stage ingevoerd. Ik geloof er heel erg in. Dat jongelui niet alleen maar lekker achter het laptopje zitten, maar dat ze ook iets doen om niet voor een ander. En het is inmiddels helaas door het huidige kabinet afgeschaft. Voor 50 miljoen. Ik denk pennywise pound foolish persoonlijk, maar heel erg zonde. Maar het mooie is dat heel veel scholen er nog steeds mee bezig zijn. En misschien is het wel zo dat een van de scholen, de grote scholen waar ze hier naar school, waar gaan ze heen? Hier, Volendam. Nou, dat sluit ik niet uit. In Volendam, dat het punt maatschappelijke stage nog steeds iets is wat de leerlingen in die school ook moeten doen. En waarom zou je niet zeggen, als eilandraad, is contact opnemen met leerkrachten daar. Zouden jongelui die van Marken afkomen hun maatschappelijke stage in kunnen vullen door hier in een werkgroep plaats te nemen en mee te denken over wat er in de gemeenschap leeft, of ook een project op te pakken of een enquête te doen onder hun jongeren, onder hun medebewoners. Ik denk dat dat een hele mooie maatschappelijke stage is. En dan heb je eigenlijk alle jongeren die in de middelbare school zitten, zou je daarmee uiteindelijk een keer in beeld kunnen krijgen. Ze moeten zo'n 30 uur maatschappelijke stage lopen. Althans, dat moesten ze volgens de wet. En heel veel scholen zijn er toch gewoon mee doorgegaan. Dus dat zou een idee kunnen zijn. En dan steken ze, dan hebben ze er ook nog wat aan. Want ja, wat sim voor me is wel tegenwoordig voor de jongelui. Ze moeten er zelf ook wat aan hebben. Maar dan halen ze hun punten voor de maatschappelijke stage binnen. En betekenen ze ook gelijk iets hier voor Marken. Ja, dat is een heel mooi praktisch voorstel. Het is bijna 6:30. We moeten er vandoor. Maar jij moet vandoor. Ik moet zelf helaas ook weg. Maar heel veel dank dat je hier hebt willen zijn. Het woord hier aan de voorzitter. Applaus. Ja, Marja, dankjewel voor je bezoek.
Ik had je liever de hele dag hier willen hebben en dat we wat onderling konden verder praten. Maar ja, je hebt een druk programma. Ik was al lang al blij dat je kon komen. Dus nogmaals. Heel veel plezier. Mochten er nog vragen zijn, ik ben inmiddels per mail bereikbaar, heb ik gemerkt. Dus ze kunnen altijd even doorgegeven worden en dan reageer ik er graag nog op. Maar vooral heel veel succes en echt grote klasse wat u doet. Want ja, ik geloof dat je gewoon zo met elkaar de samenleving echt maakt. En veel duurzamer maakt dan dat allemaal van bovenaf geregeld wordt. Dus heel veel succes. Dank. We laten jullie natuurlijk niet zomaar weggaan. We hebben een bloemetje. Nou, dat is een beetje simpel misschien, alsjeblieft. Maar we hebben ook iets, dat mag je thuis lekker uitpakken. We houden het lekker in een doosje. De vuurtoren van Marike. Dus dan denk je altijd aan Marike. En natuurlijk Thijs. Ja, voor jou ook een vuurtorentje. Ik heb geen bloemen voor je, maar ik denk dat je vuurtoren wel goed vindt. Nogmaals, ontzettend bedankt. Heel goed. Oké, tot ziens. Oké. Ja, ze hadden niet meer tijd. Wij wel. We gaan gewoon lekker door met het programma. En ik wou graag het woord geven aan de werkgroep Toerisme. Adriane en Willemijn. Als het goed is, hadden we wat sheets. Ik weet niet of ze nog tevoorschijn komen. Ik praat wat makkelijker. Ik ben Adriane Stam, voorzitter van de werkgroep Toerisme. En jij bent? Ik ben Willemijn Sluis, bewoner ook van Marken. De meeste mensen kennen me wel. En ik heb een afstudeeropdracht gedaan samen met Adriana in dienst van de Eilandraad. Oké. Oh, dit is een hele oude presentatie. Maakt niet uit. Ik wilde even vertellen dat heel veel partijen gewerkt hebben aan het onderdeel toerisme binnen de visie. En ik vond het wel leuk om nog even te benoemen dat er in een eerste sessie zijn we met ondernemers bezig geweest. In een tweede sessie hebben we de input van de ondernemers getoetst aan de bewoners. Omdat het, als je ergens een toerisme ontwikkelt of toerisme is bezig zich te ontwikkelen of heeft zich ontwikkeld, dan heeft dat altijd effect op bedrijven en bewoners. Dus we hebben bewoners en maatschappelijke organisaties daarbij betrokken. Willemijn heeft inderdaad een onderzoek uitgevoerd, die resultaten zijn meegenomen. En natuurlijk ook de uitkomsten van de enquête die heel veel markers hebben ingevuld. En we hebben een aantal experts gesproken om te kijken van zitten we in de goede richting en nemen we ook de hele context mee. Want we hebben het niet alleen over toerisme op Marken, maar we hebben het natuurlijk over toerisme in het algemeen. Wat zijn de grote ontwikkelingen? Nou, er zijn een aantal kernwaarden van Marken naar voren gekomen. Die hadden we op de sheet staan, maar die is niet helemaal, die is niet helemaal zichtbaar. En die kernwaarden geven de identiteit weer van Marken. En het is zo mooi dat het dus van binnenuit door de enquête, door de gesprekken, door de sessies, is het van binnenuit naar boven gekomen. En het is, als je dat goed bekijkt, wordt dat ook van buiten naar binnen bevestigd. Als je kijkt naar reviews van mensen die hier geweest zijn, als je kijkt naar marketinguitingen, dan is daar zit daar geen groot verschil tussen. Dus wat we zijn en wat mensen ervan vinden, dat ligt gewoon heel dicht bij elkaar. En dat is gewoon een heel mooi uitgangspunt. Nou, de knelpunten die zijn gesignaleerd, die liggen op het gebied van gastvrijheid en samenwerking. En degene die daar wat aan kunnen doen, dat zijn de bewoners, de bedrijven, maar zeker ook de overheid. Want dat zit in een nauw samenspel met elkaar om de grootste knelpunten weg te nemen. En waar we eigenlijk met z'n allen naartoe gaan is om te kijken van waar zit nou dat gezamenlijke belang op het gebied van toerisme? En dat ligt natuurlijk heel sterk ook in de totale visie van Marken verankerd. En als we dan even kijken, dan, het is lastig dat je sheets er niet bij, maar goed, dat maakt niet uit. Dat is jammer. De visie is definitief en Willemijn heeft daar een grote rol in gespeeld. En vandaar dat ik nu even de microfoon overgeef aan jou. Ja, nou ik zou jou eerst wat dingetjes willen vragen over hoe het nu allemaal loopt. De visie is definitief,
De gemeente heeft hem nog niet kunnen bekijken. Maar zijn er veranderingen of acties die sindsdien al plaatsgevonden hebben? Gekeken naar de knelpunten en de aanbevelingen. Zijn er al dingen gebeurd of hoe zit dat nu? Nou, dat is goed dat je het vraagt. Er zijn inderdaad al een aantal zaken opgepakt. Als je het hebt over samenwerking, hebben we geconstateerd dat de samenwerking tussen ondernemers beter kan. En sinds vorig jaar hebben we een aantal evenementen onder de naam Lekker Marken, waarbij ondernemers dus sterk samenwerken en waarbij ze dus ook de verenigingen betrekken. Zoals de afgelopen keren was Juliana erbij betrokken. De keer ervoor hebben we weer het museum erbij betrokken. Dus dat is een hele mooie ontwikkeling, waardoor we door de visie misschien ook wel bewust zijn geworden dat die kansen er ook liggen. Nou, een ander ding is dat we het gesprek aangegaan zijn met de tour operators, die grote groepen mensen deze kant op brengen, omdat Marken gewoon hartstikke leuk is voor buitenlandse toeristen om te bekijken. En daar zijn we in gesprek gegaan om te kijken van, nou ja, wij ervaren deze knelpunten en hoe zouden we dat met jullie kunnen oplossen. We zijn nog in gesprek. Er is ook een onderzoek, het Stichting Promotie Waterland werd al eerder benoemd. Er is ook behoefte aan een informatiepunt, een centraal punt voor het toerisme op Marken. Nou, SPW is in samenwerking met de Eilandraad bezig om te kijken van, kunnen we dat ergens realiseren op Marken, bijvoorbeeld in het toilet- en douchegebouw op de haven. En de Eilandraad heeft het initiatief genomen om met verschillende verenigingen aan tafel te gaan. Een van de werkgroepen waar Agnita ook de voorzitter van is. Die zijn daar druk mee bezig om te kijken van, we hebben allemaal verenigingen, maar wat kunnen we nou gezamenlijk met die verenigingen met elkaar doen? En nog een stap verder is, wat kun je dan met die verenigingen ook betekenen voor het toerisme? En wat kan het toerisme voor de verenigingen betekenen? Nou, en als laatste, er staat een hartstikke mooi informatiepaneel op Marken. We hebben gemerkt dat mensen heel sterk van het parkeerterrein naar de haven lopen, dat daar op die plekken ook de overlast van onze talrijke dagbezoekers het grootst is. En we proberen dus via het infopaneel ook andere routes aan te geven, dat mensen ook op andere delen van Marken komen, zodat die bezoekersstromen zich wat verspreiden. Het lijken misschien kleine stapjes, maar het zijn wel zaken die naar aanleiding van de visie op gang zijn gekomen. Oké, nou een belangrijke conclusie die ook uit mijn scriptie is gekomen, is dat er gewoon te weinig communicatie en interactie plaatsvindt tussen de belanghebbende partijen en de betrokken partijen. Er wordt niet overlegd, er worden geen kansen bekeken van wat kunnen we doen, hoe gaan we dit doen. Maar zo te zien zijn er dus al wat dingetjes. Heb je ideeën voor de toekomst? Het moet denk ik nog een hoop gebeuren. Ja, in ieder geval goed met elkaar in gesprek blijven. En ik ben ontzettend blij met de rol van de Eilandraad die inderdaad af en toe dat oppakt en ons met elkaar in contact brengt. Want als ondernemers ben je gewoon hartstikke druk met je onderneming. Als bewoner ben je ook druk, ben je ook niet altijd betrokken bij het toerisme. Dus het is heel goed dat er een partij is die dingen signaleert en zaken ook bespreekbaar maakt. Kun jij, volgens mij hebben we nog een hartstikke leuk onderwerp, want jij bent gewoon met vlag en wimpel geslaagd voor de onderzoek. Ik ben ontzettend blij geweest met het onderzoek van Willemijn. Want zij heeft heel veel onderzoek gedaan naar van, wat is er al, wat voor onderzoeken zijn er. Ze heeft een eigen onderzoek, ze heeft geïnterpreteerd, ze heeft gekeken en daar goede conclusies uit getrokken. En ik ben ontzettend blij geweest met jouw ondersteuning. En volgens mij heb jij gewoon een hartstikke mooie scriptie. Ja. Nou, bij deze wil ik hem ook graag officieel aan de voorzitter overhandigen, want ik heb hem bij me. Nou, en als laatste wil ik nog even iets zeggen over dat mooie gedicht wat net in beeld stond. Dat heb ik zelf gemaakt. En eigenlijk moesten alle studenten als extra bijproduct een soort creatief product maken naast je geschreven werk. En ik heb ervoor gekozen om een gedicht dus te schrijven. Maar het bijzondere aan het gedicht is dat, als je de ene kant opleest, heeft het een vrij negatieve boodschap. Maar zodra je hem van onder naar boven leest, is hetzelfde gedicht, is het iets positiefs. En ik heb hem ook laten afdrukken een aantal keer, dus mensen die hem mee willen nemen, kunnen hem even rustig doorlezen. Hij gaat dus de ene kant zo op en ik heb hem zelf vast achter z'n voren zeg maar weer teruggezet, zodat je niet van onder naar boven, maar
Ja, en het is eigenlijk, het heet een inspirational guide. Het is een soort, het moet de inspiratie opwekken voor mensen om met z'n allen achter dit plan te gaan staan. Met z'n allen die visie, niet alleen de eilandraad, maar ook bewoners, ondernemers, iedereen. Dus als je het leest, hoop ik dat het een soort van lichtje bij je doet branden van laten we dit met z'n allen doen. Ja, misschien ben ik niet helemaal objectief natuurlijk, maar dat weten de meesten niet, maar dat maakt niet uit. Wij willen natuurlijk Willemijn van harte feliciteren, want je bent geslaagd, goed diploma. En ik ben ontzettend trots dat je het ook dankzij de opdracht van de Eilandraad voor elkaar hebt gekregen. Mevrouw van Bijsterveld, Maria mag ik dus zeggen, die benoemde net al iets over scholieren. Nou, wij waren natuurlijk al veel verder, want wij hadden jou gevraagd, maar ook studenten die bezig zijn in je omgeving, ook die zouden een opdracht voor de Eilandraad kunnen doen. En dat heb jij gelukkig gedaan. En ja, ik vond het ontzettend leuk om dat gewoon afgelopen jaar mee te maken. Want ik zie dat dan wat dichter bij me in de buurt. Komt toevallig zo uit. Maar, ja. Met de gesprekken met ondernemers. Met het verhaal van we moeten gastvrijer zijn als inwoners. We hebben allemaal een rol erin. Ook de gemeente moet daar nog een stap in zetten. En ik denk dat het heel goed is dat we nu die visie hebben neergezet. Maar de bewegingen die eruit voortkomen, dat vind ik gewoon fantastisch. We gaan op 2 maart in overleg met alle verenigingen om ook hun te laten zien van je kan beter het toerisme omarmen en er iets van pakken dan je er tegen afzetten. Nogmaals, ik weet niet of het allemaal gaat lukken, maar de intenties zijn in ieder geval aanwezig. En ik denk dat we de komende jaar daar wel stappen in kunnen gaan nemen. En nogmaals, Adriana ook, hoe je het weer hebt verteld, fantastisch. Ik wou dat ik het kon, maar ja, mooi dat je het gedaan hebt. En ik hoop natuurlijk dat je nog een lange tijd bij ons blijft. Ik wil Willemijn niet met lege handen laten gaan. Het is een bloemetje. Ja, en dan hebben we die scriptie. We praten er 5 minuten over. Maar ik weet hoeveel uur erin zitten. We gaan hem niet verspreiden. Ja, uniek. Wil je hem lezen? Moet je wel even de tijd voor nemen. Ik zou het echt doen, want ja, ik heb hem toevallig al gelezen. Stiekem, maar dat maakt niet uit. Het is echt de moeite waard om dat te lezen en te ervaren hoe mensen erover denken. Want het is niet zo eenvoudig, het toerisme hoor. Want niet heel veel mensen hier op Marken die denken allemaal positief over het toerisme. En ja, nogmaals, ik denk dat we de stappen in kunnen maken en ik hoop dat we die ook gaan maken. Nogmaals dank, we zullen er echt wel wat aan hebben. Zeker weten. Top, bedankt. Ja, jammer dat de juiste sheets er niet bij waren. Ja, dat heb jij niet nodig, Adriana. Oké. Voordat we straks met elkaar in overleg gaan, want het is natuurlijk de bedoeling dat de werkgroepen straks met elkaar in overleg gaan met een borreltje erbij en met fris, maakt niet uit, hebben we nog de werkgroep promotie die iets gaat presenteren. Kees-Jan, mag ik naar jou kijken of wie gaat het zeggen? Gaat-ie? Ja, mag Henk zeggen. Kan ik op afstand bedienen, Frank? Doe de klik dan maar. Ja, dit begint zo'n beetje een iconisch beeld te worden waar Marken voor staat als woonomgeving, gericht op de jonge gezinnen. Dit zijn de tweeling van Olaf, die er niet bij is vandaag. Doe de volgende maar. Ja. Dit is heel kort wat we ons lange termijn doel is. Dus daarmee voldoen we dan wellicht al aan de oproep van Maya Bijsterveld om de stip op de horizon te zetten. Hoe lastig die ook is om krimp tegen te gaan door vooral jonge gezinnen en jonge stellen naar Marken te lokken om aanwas te garanderen of
te stimuleren, waardoor ook voorzieningen in stand kunnen blijven op termijn. Ja? De manier waarop we dat willen doen is om de vooroordelen, meningen die er over marken leven, om die om te buigen. En dat is niet makkelijk, maar je moet ergens beginnen. En dat zijn dan, daar kom je niet tussen. Dat is een gesloten gemeenschap. Daar is helemaal niks te beleven. Je zit er mijlenver van alles. Helemaal niks te doen daar. Nou, dat zijn de hele concrete aangrijpingspunten waar we vanuit de kernwaarden van Marken een heel ander verhaal over kunnen houden. Dus dat is de manier om te zorgen dat Marken op het netvlies van mensen komt die dat wellicht bij wie dat op dit moment wellicht niet het geval is. Het ligt voor de hand om dan te gaan communiceren met de wereld. En we zijn bezig met het ontwikkelen van een website. De man van de techniek, de man die vandaag ook de techniek doet, Frank, die heeft zijn hulp aangeboden om met ons een website te bouwen. Dus qua vorm zijn we al heel end. We gaan hem de komende tijd vullen met inhoud. En daar kom ik straks nog even op terug. Daaraan gekoppeld natuurlijk sociale media zoals Facebook om de laatste nieuwtjes te melden. We hopen ook wat drukwerk te kunnen maken om te verspreiden. Bijvoorbeeld op de infopunten. In Monnikendam en de haven als dat gaat gebeuren. En het verhaal vertellen, voorlichting geven, presentaties houden. En Ineke Peetoom die heeft het op zich genomen om een aantal mensen zo enthousiast te krijgen dat ze serieus geïnteresseerde woningzoekers persoonlijk rondleiden langs de plekken op Marken die mensen interessant vinden, om gewoon uit eerste hand te horen hoe het is om hier te wonen. Dus stel iemand heeft interesse om hier te komen wonen, gaat met de makelaar een huis bekijken, twijfelt nog, kan dan bij Ineke aankloppen en wordt dan gekoppeld aan mensen die zeggen, nou kom mee, ik neem je op sleeptouw, ik laat je zien wat er hier te beleven is en ik vertel je hoe het is om op Marken te wonen. Dus dat zijn dan de rondleidingen. En die voorlichting, dan moet je denken niet alleen aan de mensen in het land of in de omgeving, maar ook makelaars die natuurlijk een heel gebied bestrijken en misschien niet alle sterke punten van Marken even goed naar voren kunnen brengen. En dus daar zijn de eerste contacten al gelegd, maar daar kom ik zo nog wel op terug. Plus, in de aanvulling, ook in de relatie tot de markt, is dat voorlichting, dat vertellen, dat is natuurlijk iets wat iedereen van markt kan doen. Dat gaan we natuurlijk niet leuk goed te doen. Het is de bedoeling, of het vragen dan ook, dat iedereen dat doet, op het werk, in van waar je komt, als je mensen ontmoet. Dus ik kan vertellen, ook hoe het er is, en dat ze dus op die manier ook met ons in contact kunnen komen. Of je kan het ook zelf doen, dus van nou, ik wil dat ze dat laten zien. Dus we doen echt een beroep op iedereen om daar actief in te zijn en dat uit te stralen. Dat is heel erg leuk om te maken. Ja. Geef zo nog een paar concrete voorbeelden hoe eenvoudig dat is. De stand van zaken. Ja? De werkgroep bestaat nu uit 5 personen. Kees-Jan, dat ben ik dan. Ineke. Olaf, die is zijn schoonouders. Die aan het verhuizen, die bij hem in de buurt komen wonen. Vallen niet helemaal in de doelgroep, maar zijn toch welkom uiteraard. Danielle Zondervan en Treintje, die mag natuurlijk niet ontbreken in welke werkgroep dan ook. Dus we zijn dus een stevige werkgroep inmiddels die af en toe bij elkaar komt en plannetjes smeet. Ja?
Een verhaal op zich. Wij zijn natuurlijk een arme werkgroep. Weinig, althans rijk aan ideeën en talenten, maar arm in geld. We hebben een startbudgetje gekregen van de eilandraad om een domeinnaam te claimen en een de website te laten draaien straks. Maar het grote geld moet nog binnenkomen voor prachtig drukwerk en dat we ook een keer naar Moskou gaan om ons verhaal te doen. Dat soort dingen. Vorig jaar hebben we bij de gemeente een aanvraag gedaan. Dat is niet gehonoreerd, omdat Mark had al zoveel gekregen. Dat hebben we nu ook wel weer gedaan. Het nieuwe stimuleringsfonds burgerparticipatie. Zeg. Stimuleringsfonds. Hebben we weer een aanvraag ingediend. Moeten we nog uitslag op krijgen. We hebben bij het coöperatiefonds van de Rabobank hebben we een aanvraag ingediend, maar die waren weer niet van onze aanvraag gediend, dus dat is ook niet doorgegaan. Wat enig soelaas zou kunnen bieden is Kern met Pit. Kern met Pit is een actie van de Koninklijke Heidemij. De Koninklijke Heidemij is groot aandeelhouder van ingenieursbureau Arcadis. Die leven van het geld dat Arcadis verdient, om zo maar even te zeggen. En daar doen ze leuke dingen van in het land. Zij ondersteunen bewoners bij het realiseren van verbeteringen van de woonomgeving. Dus een speeltuin hier, een overzetbootje daar, een sneeuwstrooiautootje in Hoorn. Je kunt het zo gek niet bedenken. Daar korte en langere projecten ondersteunen ze en elk jaar organiseren ze een soort competitie, Kern met Pit. En daar kun je dan je idee lanceren en dat wordt dan gewogen door een jury. En op 24 januari zijn we in Wijk aan Zee op het strand, in een mooi prachtig strandpaviljoen geweest om ons verhaal te presenteren. En uiteindelijk was het oordeel dat we meedoen in de competitie. En dat betekent dat als we onze doelen, die we nog heel concreet op de website Kern met Pit bij ons project moeten neerzetten, als we die volgend jaar halen, of dit jaar halen en dan volgend jaar januari weer presenteren, dan kunnen we €1000 verdienen. En dat betekent dus dat we nu al flink met geld kunnen smijten om straks dan te kunnen laten zien dat we die resultaten gehaald hebben. Dus je moet eerst laten zien dat je wat kunt en dan krijg je achteraf je geld. Dus daar gaan we dan voor. Dat betekent, dus kijk vooral eens een keer op die website, projecten in het hele land. Je weet, ik kan het zo gek niet verzinnen of mensen het doen en bereiken ook heel veel met beperkte middelen. Het is heel bijzonder om dat te zien. Doen we het volgend jaar goed, kunnen we zeg maar de winnaar van Noord-Holland worden. En dan krijg je nog wat extra geld en dan ga je op voor de landelijke competitie. En dan kun je zelfs Kern met Pit van Nederland worden. Maar goed, zover denken we nog niet door. Het gaat er nu om dat we kans maken op dat budget. Het aardige ook is dat je dan vanuit de Heidemij een soort begeleider, coach krijgt toegewezen. Dat is in ons geval Rob van Gerven, die ook aanwezig was op de presentatie van de visie in december. Is een man met heel veel bestuurlijke ervaring. Die kan heel goed, hebben we inmiddels gemerkt, kritische vragen stellen en goede ideeën aanreiken. Dus we kunnen hem altijd, hij houdt ons in de gaten via de website. Maar we kunnen hem altijd bellen als we input willen of een kritisch klankbord. Dus dat is echt een meerwaarde, nog afgezien van dat je ook te raden kunt gaan bij projecten elders in het land die raakvlakken hebben met wat wij doen. Dus dat is een leuk ding om mee te doen en dat loopt dus vanaf nu. Ja? Dat heb ik al even genoemd. We hebben er een mooie aanvraag van gemaakt. Heb jij enig idee hoe lang dat... Verwachten we eigenlijk deze maand weer onder de OJS. Oké. We zijn ook zeker. Ja. Ja. Dat evenement 17 april is wel handig. Ja. Dus ik neem aan dat het af en toe in het college hier wel handig
Nou, dus het zou zomaar kunnen dat we volgende maand iets van een budget hebben om bijvoorbeeld drukwerk te laten maken. Ja? Peter van Deursen, een zeer ervaren ontwerper van huisstijlen, verpakkingen, zeg maar het Dutch design op zijn best. En die kan niet zo goed nee zeggen als je hem liever aankijkt. En die heeft voor ons een logo gemaakt. De volgende klik laat dat zien. In verschillende varianten. Een soort emaille bord. Maar dan een digitaal emaille bord wat in allerlei kleuren en varianten gebruikt kan worden. Dat wordt ook de website mooiwonen op marken.nl. Dus dank daarvoor, Peter. Dus dat hebben we ook in de knip. Volgende. Ja, nog één. Dus die website is in ontwikkeling. Frank Huurman verzorgt de techniek. Dit is een deel van de homepage. Je kon niet de hele homepage in de schermafbeelding krijgen. Je ziet, het zijn allemaal doorklikmogelijkheden. Dus we willen met heel veel beeld laten zien. Niet alleen hoe mooi het hier is, want dat kun je zelf wel zien als toerist. Maar ook hoe leuk, sociaal, gezellig. Wat er hier aan gemeenschap is en vooral hoe het leuk het is om hier je kinderen te laten opgroeien. Dus Ineke is bezig met het... Dat is heel bescheiden hoor. Dus we hebben contact ook met makelaars uiteraard. En we moeten oppassen dat we niet een soort verkoopkanaal worden voor makelaars. Die wel denken, dan weet ik wel wat mensen om langs te sturen. Het gaat dus echt om serieuze gegadigden. En niet dat je elke dag gebeld wordt van god, iemand wil wel eens even kijken hoe leuk het hier is. Dus dat is wordt een selectief gebeuren. Maar iedereen is van harte welkom om zich daarvoor op te geven. Om nog even terug te grijpen, was ik vergeten bij Kermit Bit. Ik heb toen een verhaaltje gehouden. Je mocht een paar beelden laten zien. En mijn verhaal gehouden voor de jury en de andere projecten. En na afloop zei iemand van de organisatie, die zei van, goh, nou je hebt nu met dit verhaal, en hoe lang duurde dat? 5 minuten, hè? Heb je bij mij in ieder geval al een aantal vooroordelen over Marken weggenomen. Dus dat is puur een praatje over het meedoen aan Kern met Bit. Was al blijkbaar zo verhelderend dat iemand zegt van, nou, ik ben dus anders gaan denken over Marken. En een jonge vrouw die namens de Heide mij daar foto's maakte op die dag, die heeft tijdens mijn praatje al een aantal vriendinnen waarvan ze weet dat die woningen op woningjacht zijn, al ge-sms'd, joh, je moet ook eens op Marken gaan kijken, want ik hoor net dat zo leuk is. Dus het is niet zo moeilijk om Marken te verkopen in die zin. Marken heeft zoveel te bieden wat mensen gewoon niet weten. Dus als je dat gewoon vertelt in gewoon Nederlands, dan zie je die ogen groter worden en denk je, wow. En dan als ze dan ook nog een keer komen, dan is het gelijk kat in pakkie. Dus als nou de werkgroep wonen zorgt dat voor gezinnen geschikte woningen in de aanbieding zijn, dan doen wij de rest wel. Dat kan ik voor je uitzoeken. Maar gezien haar leeftijd denk ik dat wel in de doelgroep zit. Frank? Ja, de eerste contacten met die makelaars zijn gelegd. Dat zijn natuurlijk mensen die
denken meteen aan het commercieel belang. Ja, maar waarom zou ik nou, we hebben natuurlijk ook meteen om geld gevraagd. Waarom zouden we nou jullie geld geven en niet aan Overleek en aan Katwoude? Dus daar moeten we allemaal heel erg over nadenken. Ook moeten we dus inderdaad voorkomen dat we niet een verkoopkanaal worden van de makelaars. Maar dat we echt voor de serieuze gegadigden zijn. Dus dat is een project in uitvoering. Als mensen daar tips in hebben van god, ik ken nog iemand die wereld goed kent. Of ik ken er toevallig een leuke makelaar die hier ook wel actief is. Meld het ons, dan kunnen we altijd ons voordeel mee doen. Doe de volgende gelijk ook maar. Paul Enneking, wie hem nog niet van naam kent, dat is de meneer die op zijn fiets driewieler over het eiland rijdt en met iedereen in gesprek gaat en overal foto's van maakt. Die heeft al een USB-stick vol met mooie beelden van Marken. Dus we hebben genoeg mooie beelden van hoe mooi Marken is. Van Pep heb ik toestemming gekregen om alles van zijn site te kopiëren wat gaat over het sociale aspect. Dus de Sinterklaas-intocht, paaseieren zoeken, schaatsen, nou, noem het maar op. En de oproep via de Eilandraad die op Facebook staat en ook in het laatste circulaire, die heeft al één reactie opgeleverd van iemand die wat leuke foto's van kinderen in actie stuurde. Dus mag de volgende nog, Frank. Dus zeg dat voort. Als jullie of de buurman foto's hebben waaraan je kunt zien hoe leuk, kindvriendelijk, veilig, sociaal, gezellig Marken is. Activiteiten van kinderen, van sportverenigingen, van de klaverjasvereniging, van de duivenvereniging. Duik in je archief en stuur ze naar mij of de Eilandraad, liever direct naar mij, donkerskj@gmail.com. Dan gaan we er een mooie website van maken waarin we vooral laten zien hoe leuk het is en niet zoveel tekst nodig hebben. Volgens mij is de volgende klik het einde. Dit is het zo'n beetje, dus dank voor je aandacht. Ja, hij refereerde naar Moskou. Maar hij bedoelde Moskou en Siberië. Dat is een buurt hier op Marken, maar dat, ik weet niet of je dat weet, maar daar gaan ze naartoe. Dus niet dat je denkt dat hij vette reizen gaat maken, want dat is niet de bedoeling. Misschien om een stipje op de horizon op de volgende stip neer te zetten en dan niet zo ver. Dat is de volgende openbare vergadering van ons. We hebben twee keer in het jaar een openbare vergadering. 22 juni. Zeg je het goed, Jaap? De volgende vergadering, 22 juni. En dan komen we, nu hebben we dan twee werkgroepen iets laten presenteren, maar dat wil niks zeggen over de andere werkgroepen, want alle werkgroepen zijn in beweging en die openen we, maken stappen. Want we hebben net al genoemd het Verenigen van Verenigen, 2 maart komen die bij elkaar. We hebben gesprekken met school, we hebben Rijkswaterstaat nog steeds overleg mee. Dus we zijn met z'n allen in beweging. En nu is het officiële gedeelte eigenlijk afgelopen en begint het allerbelangrijkste. Want wij willen jullie nu vragen om met elkaar in gesprek te gaan, elkaar te enthousiasmeren en na te denken van wie kan ik nog meer betrekken bij een werkgroep, wie heeft er kennis en ervaring in een bepaalde werkgroep, zodat we de draagvlak alleen maar omhoog krijgen en dat er nog meer inwoners hier op Marken realiseren. Zorg, dat is toch ook voor iedereen en niet voor een paar mensen. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Ik zou jullie willen vragen om, als ik straks gestopt ben met het praten, om langzaam weer terug te gaan, want je zal wat dorst hebben, denk ik. Dat we een drankje nemen en straks krijgen we nog wat te eten, begrijp ik. Dat deze locatie gesloten wordt en dat we verder gaan in de andere locatie. En ik hoop dat jullie met elkaar lekker in gesprek gaan en dat er iets uitkomt en dat we dit eigenlijk elk jaar kunnen gaan doen, zo'n bijeenkomst. Ik wil jullie alvast bedanken voor het officiële gedeelte en nu gaan we naar de volgende. Yes?
de Arendraad, dat ze dan denken van... Hé, hey, misschien is er wel iets op Marken wat ik ook voor Marken kan doen. Ik ben even goed je punten halen op school. Ja. Dus, en, ja, ik weet nu even niet welke opdrachten het allemaal zijn. Maar ja, als ik alleen aan Rijkswaterstaat denk. Of, ja. Ja, toerisme is het dan dit keer geweest, maar ook voor de jeugd. Maar kansen ik voor de jeugd. Vond dat wat Van Buijsveld zei ook een goeie, die maatschappelijke stage. Ja. Nou, dus we gaan binnenkort met de school praten, dat is 10 maart, met de nieuwe directrice. En ja, daar kan ik dat ook in meenemen. En die was heel enthousiast hoor, had ons verhaal ook gelezen. En ik denk dat we ook naar richting Den Bosch gaan moeten, want ja, daar worden ook heel veel stages gevraagd. Nou, en weet ik heb het ook heel leuk gevonden, omdat het gewoon ook iets is waar je zelf heel erg betrokken bij bent. Omdat je zelf op Marken woont, je kunt iets bijdragen. Ja. Dus ik denk dat veel meer studenten het kunnen doen, ja. Ik ben gewoon heel benieuwd welke stappen er nu gemaakt gaan worden, welke bewegingen er komen, of er mensen in beweging gaan komen. Ja, ja ik hoop natuurlijk dat het de positieve kant op gaat, maar... We zijn nu in ieder geval in overleg met ondernemers. We zijn in overleg met verenigingen. Dus ja, ik heb er toch wel een goede hoop op dat het gaat gebeuren. Ja. Dus nogmaals dank, hè? Ja, tuurlijk. Ik vond trouwens die guide, die spiritual guide, die mag wel wat aandacht krijgen. Want, ja, het lijkt zo simpel. Nee, ik vond dat, dan moet ik dat ook op de site zetten. Inspirer die gaat. Ja, als je, weet je ook zei, als je die in het Engels hebt, dan is het nog beter. Ja. Dan komt het beter over. Ja, dat weten de mensen niet. De scripties in het Engels hoor. Dus je leest hem niet heel even door. Google. Ik heb hem gelukkig gewoon gelezen, maar dat is gewoon de tijd. Krijgen we misschien een heel verhaal van Jaap, maar Jaap, hoe vond je het? Nou, ik vond Marja van Buijsveld heel treffend in hoe ze het zei. Gisteravond ook bij bestuurskrachtonderzoek de presentatie ervan geweest. Er stond ook zo iemand die dat heel makkelijk met weinig woorden zegt. Niet zoals ik dus. En heel veel tips. En het is goed dat je het opgenomen hebt. Want nou kunnen we het rustig even nakijken. En met de bloknoot er even bij. Want ik denk dat er toch wel 4 of 5 dingen zijn die heel treffend zijn en die we kunnen gebruiken. Wat mij het meeste opviel, vond ik trouwens wel een hele goeie. Meestal gaan we met Broek en Waterland, Ilpendam, alle andere kleine kernen en ook Monnikendam natuurlijk. Zijn we bang voor concurrentie, maar we moeten ze juist er weer bij betrekken. Dat vond ik wel heel treffend van mij. Ja. Nou, dat was natuurlijk onderdeel van het totale verhaal. In de zin van dat er meer partijen zijn dan alleen gemeente Waterland. En wat ik heel treffend vond is, hoe maak je dat nou duurzaam, die visie? Dus met dit college is die wel duurzaam. Maar die duurzaamheid die duurt nog, wat is het, over 2-3 jaar heb je weer verkiezingen. Als dat straks weer omdraait naar de oude situatie, dan ben je dus weg. Dus dat triggerde mij het meest. Van hoe zorg je nou dat je op de lange termijn dat voor elkaar krijgt? En dan is het op zich wel een tip om als alle kernraden samen daaraan te werken. Alleen het feit is wel dat de verschillen heel groot zijn tussen de kernraden. Enerzijds vanuit de grootte, anderzijds vanuit de dossiers die er spelen. Ik noem maar wat. Zuiderwaarden heb je natuurlijk een heel ander krachtenveld dan nu op Marken of in Monnikendam. En het verschil in gewoon voorsprong. Want we zijn natuurlijk veel verder en we hebben last van de remmende voorsprong. Maar los daarvan, als we toch terugkomen op dat duurzaamheid, waar Maria het over had, dat heeft me wel vreselijk aan het denken gezet. Want nu hebben we het gevoel, we zijn goed bezig. Maar nogmaals, als straks anders uitpakt de verkiezingen, sta je misschien weer in een heel andere positie. Nog los van dat er veel meer partijen zijn dan gemeente Waterland. Dus dat is wat anders. Maar toch ook die andere deelkernen erbij betrekken. Want anders gaan ze misschien denken van ja, Marken loopt voorop. Want zo zag ik het eigenlijk. Ik zag hun als concurrent en die concurrent moet je eigenlijk naar je toe trekken. Ik zie ze niet zozeer als concurrent. Ik vond het ook een eye-opener toen ik zelf de presentatie op 1 december deed. En toen ging het ook over, hadden we het over jongeren. En toen zat iemand in de zaal uit Monnikendam en die zei van... jullie richten je nou op Amsterdam en op Purmerend of wat dan ook. Maar waarom niet een centrumfunctie gewoon binnen onze eigen gemeente en richten op Monnikendam? Nou, dat is hier op Marken gezien de verhoudingen misschien vloeken in de kerk. Maar als gedachte is het natuurlijk wel sterk om te zeggen van... We hebben een heel groot waardevol gebied.
Dan hoef je dus niet in elke kern alles te hebben. En die gemeenschappelijkheid dat mist. En dat is eigenlijk ook wat gisteren bij de presentatie van bestuurskrachtonderzoek naar voren kwam. De gemeente als geheel heeft geen visie. En dus nog los van visie voor binnen onze eigen grenzen. Maar ook nog eens een keer een stukje visie naar hoe kan je nou binnen de metropoolregio je stevig neerzetten. Nou, en op een niveautje lager is dat eigenlijk hetzelfde verhaal als met de kernraden naar de gemeente toe. Dus het zit wat dat betreft zit het zo getrapt. En dus moet je kijken naar je collega dorpsraden. Maar ik ben het wel eens met Henk. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest. Ja, en die zijn nou niet zo. Er stromen niet over van energie, moet men even zo te zeggen. Nog los van een verschillende insteek. Van protest tot proberen vanuit samenwerking iets te doen. Ja, en dat is wel een uitdaging. Nou ja, wat wel een hele lastige wordt, denk ik. Nou, ik hoop dat er deelraden van Waterland kijken naar deze, ja, mag ik misschien wel zeggen, oproep. Dat ook de andere deelkernen van Waterland toch niet de boot moeten missen. En misschien zelfs, als we verder kijken naar de fusie, hoe zou de eilandraad zien als we nog verder zouden gaan fuseren naar Zeevang, Purmerend, Zaanstreek? Nou, even een dubbele vraag. Eerst eventjes ten aanzien van de visie. Toch even terug op die samenwerking met de dorpsraden. En de visie die de gemeente op moet stellen. Wij liggen nu natuurlijk voor. Dus ik vind wel dat we, ondanks wat ik net zei over de andere dorpsraden en de stadsraad, dat je toch moet proberen aan te haken met z'n allen. Zodat die visie voor elkaar komt vanuit de gemeente. Waar we het dus gisteren over hebben. Als je het hebt over regionaal, dan werd er gisteren heel duidelijk gezegd. En daar ben ik het ook wel mee eens. Zet nou eerst als gemeente een stip op de horizon. Bepaal vervolgens wat is de inhoud. Ga vervolgens kijken wat zijn daarin de prioriteiten. En pas als je dan echt weet wat je wil, ga dan kijken van welke samenwerkingsvorm past het beste. Maar vanuit de eilandraad geredeneerd is het zo dat wij toch wel vinden dat het bestuur dichtbij wel zijn voordelen heeft. En ook dat werd gisteren in het rapport gezegd. Van mensen die de weg weten bij de gemeente en de contacten hebben, die bereiken ook veel. Nou, de eilandraad doet dat op een goede manier, dus bereik je veel. Op het moment dat dat op grote afstand komt, wordt dat veel lastiger. Als je het hebt over het ambtelijk apparaat, daar kan best een ambtelijke fusie, dat het één ambtelijk apparaat wordt. Want het ambtelijk apparaat in de gemeente Waterland is gewoon te kwetsbaar. En heeft op sommige terreinen gewoon te weinig kwaliteit. Dat kan ook niet anders, omdat je met heel veel eenpitters zit die allerlei dossiers moeten afdekken. En daar hebben we geen moeite mee als er een ambtelijke fusie komt. Want als we gewoon een netwerk hebben bij dat nieuwe ambtelijk apparaat, is dat niet zo'n probleem. Maar politiek gezien is het wel prettig om het klein te houden. Nog los van mijn persoonlijke mening daarover, die is anders. Maar vanuit de kernraad geredeneerd. Die visie die we nu bij Eilandraad hebben, kunnen we die dan ook bijvoorbeeld aan de gemeente Zeevang gaan geven? En ook daar misschien promotie, dat we die alvast meekrijgen? Nee, je kan hem natuurlijk wel geven, alleen het is natuurlijk maatwerk. Voor Mark is het maatwerk, als Zuiderwouw aan de gang gaat, is het voor Zuiderwouw maatwerk. Dan moet je gewoon eerst eruit filteren, wat zijn nou de gemeenschappelijke thema's. Hè, ik noem maar wat, als wij zeggen op Marken, wij willen kwaliteitstoerisme en geen massatoerisme, hartstikke goed. Als nu Edam Volendam, hè, die dus 1 januari samengaat met Zeevang, als die wel op massatoerisme gaat, dan kan je wel onafhankelijk van elkaar zeggen, ik wil A en de ander wil B. Maar er vaart altijd nog een boot tussen Volendam en Marken. Dus als Volendam massa heeft, krijgen wij die te verwerken. Nou, dat is al een voorbeeld waarin je op een bepaald thema met je buurgemeentes aan de slag moet. Maar er zijn ook voorbeelden waar je gewoon autonoom je ding kan doen. Ja, nu ga je al wat dieper op de zaak in. Maar gewoon de duurzaamheidsvisie die we bij de Eilandraad hebben, die zou makkelijk ook bij Landsmeer, Zeevang, richting de Zaanstreek, ook die kleine kernen, zodat ze niet opgeslokt worden door de grote kernen, die zouden dan ook deelgenoten van kunnen worden. Ja, maar nogmaals, het gaat niet om opslokken of in wat voor samenwerkingsvorm dan ook. Het gaat er eerst om, wat wil je? Hè? En als je het gewoon even hebt over duurzaamheid in het kader van energie, hè, waar ook die vraag over kwam. Zijn wij natuurlijk, hebben een goede relatie met Stichting Duurzaam Waterland. We hebben natuurlijk heel veel dingen gesteund hier op Marken. Toch ook een beetje dromend zeggen van kunnen we niet 100% duurzaam worden als eiland. Hè? En dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn, daar zet je jezelf mee op de kaart. Maar hoe ver ga je erin? Want je zou dan bij wijze van spreken kunnen zeggen, als we nu 5 windmolens op de Bukdijk zetten, dan is Marken 100% duurzaam. Maar je snapt natuurlijk dat daar ook hele andere belangen zijn waarom je dat niet zou willen.
Dus dat is wel weer barstig. En als je dat in de regio bekijkt, kijk maar naar de hele discussie over windmolens in de Purmer die geweest zijn. Ja, dat is natuurlijk al een uitdaging op zich, waarin in ieder geval ons bestuur veel meer focust op zonnepanelen, zonne-energie dan op windenergie. Maar goed, zo zijn er heel veel thema's waar je samen kan werken. En dat moet je volgens mij ook doen. Ik denk dat samenwerken ook heel belangrijk is. Nu hebben we de visie gehad. Die gaat nu eigenlijk pas beginnen. Dat betekent toch nog wel heel veel werk. Nou, de visie is geen doel op zich. Hè? Dus die is nu 1 februari is die afgerond en daarmee zijn we natuurlijk niet klaar. De visie is van begin af aan een middel geweest om dingen in beweging te zetten. Hè? En dat is ook gebeurd. Want toch het mooiste voorbeeld nog steeds de jongerenwoningen bij Voor Anker. Dat komt daardoor dus tot stand. Het nadenken over als we straks een wisseling van huisartsen krijgen, moeten we niet misschien herschikken op markten? Zonder visie had je daar helemaal niet eens over gesproken. Nog los van wat eruit gaat komen. Het idee al dat de gemeente pogingen heeft ondernomen om bijvoorbeeld het pand van Vitesso aan te schaffen voor eventueel de brandweer meer naar de weg te plaatsen. Dat zijn allemaal signalen die uiteindelijk voortkomen uit het feit dat we bezig zijn geweest met die visie. Want dat is ook het uitgangspunt geweest. Twee dingen. Out of the box denken. Dus durf gewoon even heel gek te denken. En ga dan weer terug naar de werkelijkheid. En dan kom je tot leuke ideeën. En de tweede is toch 1 en 1 is 3. Dat je dus door thema's te verbinden. Neem bijvoorbeeld waar Henk nu mee bezig is met vereniging van verenigingen. En die link maken naar toerisme. Waar je elkaar zou kunnen versterken. Dat had, als wij niet met de visie bezig geweest waren, had het gewoon niet bij je opgekomen. Dus de energie is er al, alleen we willen wel nadrukkelijk ook iets, gemeente Waterland is maar één van de partners, maar vooral ook iets nu horen van gemeente Waterland, van hoe zit je erin. En natuurlijk ligt er een brief van het college in antwoord op onze conceptvisie, maar we zijn ook buitengewoon nieuwsgierig naar het debat wat 5 maart gaat plaatsvinden en wat trouwens via Omroep PIM te volgen is. En ik raad iedereen aan om dat ook te kijken. Nou, geweldig Jaap, ik wil daar wel even mee afsluiten. Ik vind fantastisch wat de Eilandraad allemaal al gepresteerd heeft. Het is onwijs om te zien dat er dus al jeugdwoningen zijn gerealiseerd. Nou, noem nog maar veel meer dingen op en er gaan ook nog wel veel meer dingen komen. En ik hoop dat de visie en ook dat de ogen van de gemeente Waterland open gaan. En ook denk ik van de deelkernen. De stadsraad, de dorpsraad Ilpendam, dat ze ook gaan inzien dat wat hier gepresenteerd is en wat hier gedaan is een fantastisch handvat is voor de toekomst van Marken. Ja, daar wil ik nog één ding op zeggen. Dus nogmaals, niemand doet het verkeerd. Dus iedereen is op zijn eigen niveau bezig als kernraad. En iedereen heeft zijn eigen problemen. Als je ziet hoe Broek nu bezig is met die ondertunneling, dat is natuurlijk ook fantastisch dat ze daar een lans voor breken. Maar ik ben het wel nogmaals eens met Maya van Bijsterveld. Als je de visie, in ieder geval die van Marken, maar ook straks de visie die van onderaf komt vanuit de kernen. Als je die duurzaam wil hebben, dan zou je dus inderdaad als verschillende kernraden dat wat breder en gezamenlijk moeten oppakken. Ondanks dat het in het verleden misschien allemaal niet zo geweldig is gelopen. Kijk gewoon vooruit, dat is de boodschap. Ja, Boes van de Eilandraad Marken, hartelijk dank voor dit interview.